Wat er gebeurt is een actie tegen de ontheffing van meneer Gentle en meneer Hellings, die gisteren na de protestacties eigenlijk zijn opgeroepen door de korpschef en ontheven uit dienst. En we zijn het daar niet mee eens, omdat we van mening zijn dat ze niks verkeerds hebben gedaan. Hellings Gentle! Hellings Gentle! Hellings Gentle! Voor dit moment gaat vandaag de laatste dag zijn waarop we gaan protesteren. Wat menig een is snap is dat we in feite niet hier hoefden te staan, maar we hebben een aantal dingen op het spel gezet. Het zijn onze baan, onze privéleven. We zijn nu wat tegen een organic movement, we gaan blijven bestaan. Het enige is dat we naar de straatacties voor dit moment. We heffen op, omdat we gaan op een strategie. En we zijn nu even hier dus maar, Nataki. Trust the process. Hellings Gentle! Hellings Gentle! Hellings Gentle! Wij willen antwoorden, dus wij blijven voorlopig hier. Totdat een van de volksvertegenwoordigers of de voorzitter van het parlement ons komt uitleggen hoe het kan dat vreedzame betogers op deze manier rancuneus worden behandeld. Als ambtenaren van politie zich schuldig maken aan gedragingen en of handelingen die in strijd zijn met hun ambtseed, ambtsinstructies, de gedragscode die geldt voor hun en andere wet- en regelgevingen, dan kan ingevolge artikel 39 van het politiehandvest, indien het redelijk vermoeden daartoe bestaat dat zo'n ambtenaar van politie zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstig strafbaar feit of ernstig plichtsverzuim, door de korpschef worden overgegaan tot buitenfunctiestelling om het tot schorsing of tot oplegging van straffen bevoegde gezag de ruimte te geven om een beslissing te nemen. Voorzitter, in het geval van de ambtenaren van politie Raoul Hellings en Sergio Gentle is door de leiding van het korps politie Suriname. Dus we hebben conventies hier, dus u kunt praten over twee hoofdinspecteurs. Mijn verontschuldiging, voorzitter. Mijn verontschuldiging. Ik volg de term zoals u dat daarnet hebt gebezigd. En ik volsta dus dan met de hoofdinspecteurs van politie. Dat een redelijk vermoeden bestaat dat betrokkenen zich schuldig hebben gemaakt aan een ernstig plichtsverzuim of een ernstig strafbaar feit, waardoor is besloten om ze buiten functie te stellen, zodat er een tuchtrechtelijk dan wel een strafrechtelijk onderzoek kan worden verricht. Indien noodzakelijk, voorzitter, kan de buitenfunctiestelling met een week worden verlengd door de minister van Justitie en Politie, behoudens de mogelijkheid om betrokkenen in gevolge artikel 66 lid 2 onder A en B van de personeelswet te schorsen in hun ambt. Voorzitter, in een gedisciplineerd korps kan niet worden toegelaten dat betrokkenen onwettig afwezig zijn van de dienst, terwijl, voorzitter, uit feiten en omstandigheden blijkt dat de afwezigheid niet met ziekte heeft te maken, maar aan het houden van protestacties waarbij er overigens geen vergunning was aangevraagd. Voorzitter, verder kan niet toegelaten worden dat betrokkenen dienstvoertuigen op oneigenlijke wijze inzetten bij de gevoerde protestacties, terwijl de dienst verstoken wordt van deze vervoersmiddelen. Verder worden deze voertuigen aldus voorzien van brandstof ten koste van de staat Suriname. Voorzitter, deze en andere handelingen leiden ook tot normvervaging binnen het korps, hetgeen niet geaccepteerd mag worden. Het niet nemen van maatregelen, voorzitter, tegen de betrokkenen zal ook leiden tot aantasting van het gezag van de korpsleiding en het stimuleren van anarchie binnen het korps. Corrigerend optreden is derhalve van enorm belang. Voorzitter, verder bestaat er een redelijk vermoeden dat betrokkenen zich schuldig hebben gemaakt aan de misdrijven, namelijk belediging van het openbaar gezag, opruiing en verstoring van de openbare orde, zoals respectievelijk omschreven in de artikelen 173, 177
en uit 79 van het wetboek van strafrecht. Voorzitter, de buitenfunctiestelling is een bevoegdheid die toekomt aan de korpschef en de minister en is binnen de politieorganisatie gebruikelijk. Zonder een buitenfunctiestelling kan het onderzoek worden belemmerd, dan wel beïnvloed door betrokkenen, zulks naar het oordeel van de korpschef. Voorzitter, tot slot wens ik aan uw college aan te geven dat er wettelijke procedures zijn gevolgd bij het uitvoeren van de buitenfunctiestellingen en conform de TUC-procedure, zoals omschreven in het politiehandvest, zal de zaak worden afgehandeld. Voorzitter, mijn vermoeden is hard gemaakt met de reactie van de minister, voorzitter, die daar staat namens de regering. Dit is dictatuur, voorzitter. Dit is rancune, voorzitter. Dit is rancune, voorzitter, een pure vorm van rancune en ondermijning, voorzitter, van rechten van burgers, voorzitter. Want alles wat die minister daar heeft gebracht en omkleed, betreft politiefunctionarissen. Maar de politiefunctionarissen zijn burgers. Die als burgers, voorzitter, recht hebben om hun stem te laten horen, voorzitter. We moeten, voorzitter, in dit land die rechtsstaat bewaken. We moeten in dit land, voorzitter, met z'n allen zich verzetten tegen anarchie en bandeloosheid. En anarchie en bandeloosheid, voorzitter, leidt tot vernietiging van een samenleving. Leidt tot een samenleving, voorzitter, welke straks onbestuurbaar zal zijn, voorzitter. Leidt tot een samenleving waar burgers geen rechten hebben, voorzitter. En waar burgers hun rechten niet kunnen claimen en zoeken, voorzitter. Voorzitter, ik bedank de minister en ik bedank de moed en de durf die de minister heeft opgebracht, maar ook de korpsleiding heeft opgebracht om correctief op te treden. Voor onze eigen oriëntatie is het ons niet duidelijk wie het besluit heeft genomen, de korpschef of de minister. Voor de buiten. Dat is één. Twee, voorzitter. De vraag is, voorzitter, waarom na het opheffen van die actie, van het protest, voorzitter, dit besluit is genomen. Althans, de informatie was dat de officieren zijn ontheven. We hebben nu duidelijkheid, meer duidelijkheid erover en de toedrachten allemaal. We vragen de regering om voor te zetten met het onderzoek. En ten alle tijde, zoals wij geloven dat onze regering of onze zij die namens de staat handelen, dat ze recht en rechtvaardigheid als belangrijkste deel zullen blijven hanteren. En voornamelijk als het gaat om onze korpsen, onze gewapende machten, willen wij of wensen wij dat zij onze voorbeelden blijven als het gaat om onze rechtsstaat. En we ondersteunen de minister in het verwezenlijken hiervan. Voorzitter, wat we begrepen hebben is dat de minister nu een onderzoek instelt op basis van vermoedens. Maar we zien dat dat beleid van de regering op basis van vermoedens niet consequent toegepast wordt, voorzitter. Er zijn meer dan vermoedens bij diverse functionarissen en daar wordt er niet opgetreden. De politie op 25 juli in Klaaskreek hebben op burgers ingetrapt. Daar is de minister, de regering, niet voortvarend geweest. Om gedurende het onderzoek, ik weet niet of er een onderzoek zal zijn, maar gedurende het onderzoek, die politiefunctionaris in buiten functie te stellen. Bij oud-minister Diana Pocky idem dito, was buiten functie gesteld. We hebben niks van het onderzoek gehoord, voorzitter. Bij minister Financiën, grote vermoedens niet alleen, de hele samenleving, bijna 60 miljoen, FTSE, onderzoek, de minister is daar. Maar omdat deze twee functionarissen, wat het beleid betreft, hun kanttekeningen plaatsen, dat mag iedere burger. Dat mag iedere burger. En omdat het de regering niet goed zin, dan gaan wij ze buiten functie stellen. Dat is het en niks anders. Dit is niets anders dan puur rancuneus beleid. Geen. Dank u wel. Voorzitter, wanneer er twijfels zijn, onze grondwet, artikel 179, is overduidelijk. Regels met betrekking tot het openbaar maken van
gedachten en gevoelens dan wel de uitoefening van het recht van vereniging, van vergadering en betoging door militairen en ambtenaren van politie, voorzitter. Die is duidelijk in de artikelafdeling van korpspolitie opgenomen. Daarom worden ze, als ze in de politiek gaan, worden ze buiten functie gesteld, voorzitter, of op non-actief. Voorzitter, van rechtswegen, het is een bescherming, voorzitter. En we roepen de regering nogmaals op, ongeacht wie het ook dan is, om consequent zo voor te gaan met het optreden tegen... We leven in een rechtsstaat en we moeten dat ten alle tijde verdedigen, voorzitter, en behouden, voorzitter. Laten we voortgaan, voorzitter. Minister, gaat u reageren op... Nee, lid Bova. Nee, nee. Nee, de minister gaat reageren. Nee. Minister? Ja. Dan kunt u donderdag daarop reageren. Ja, minister. Minister. Nee, ga u niet buiten zetten. De samenleving gaat zien hoe u zich gaat misdragen en dat wil ik juist niet. Minister? Laat de minister het woord krijgen. Dank u wel, voorzitter. De minister is duidelijk geweest en wil graag donderdag verder hierop ingaan. Goed, dan gaan we dat doen. Donderdag, dan gaan we door. Ik sluit de vergadering.